Wij bullshit? Volgens mij niet. Stieren stront? Bah. Dan gewoon koeien stront. Maar ik weet nu echt niet wat ik moet doen. Naar mooie verhalen luisteren of meespelen in een band. Het kan allemaal. Dit is Pluriem Weekjournaal van week 8 met Mitte en Amanda. Zoiets. Maar het is alleen volgens mij Amanda, niet Armanda. Dat zei ik toch ook. Henk Schiefmacher, die was toch in Cardo? Of hoe zeg je dat? Schumacher, Schiefmacher? Schiefmacher toch? Ah, is toch bijna hetzelfde? Nee, Schumacher is een... Een autocoureur. Ja. En Schumacher is een tatoeëerartiest. Oh. Oké. Oh. Nou ja, hij vertelt het publiek over van alles. Over een hilarische reis door zijn leven. Maar dus niet in zijn auto, maar over een andere... Ja, over zijn tatoeëer, hoe die mensen tatoeëert. Oké, nou, veel kijkplezier. Jouw show vertelt gaat wat je in je leven hebt meegemaakt. Wil je hier nog iets meegeven aan de bezoekers? Ik denk dat ik mee wil geven aan mensen dat mensen in hun leven iets onbezonnens moeten doen. Dat mensen in hun leven iets moeten doen wat ze mogelijk spijt van krijgen. Dus ik stond voor de rechtbank met mijn hond. Die had losgelopen, dat mocht niet ergens. En toen had ik een ruzie gekregen met een meneer die bleek achteraf een agent te zijn. Dus ik kreeg 90 euro bekeuring. Ik zei, verrot maar, ik betaal niet. Hoe is dat liefde voor het tatoeëren ontstaan? Ik heb 2 minuten en dan moet ik dat gaan vertellen, beste man. Dat is mijn hele leven in een notendop. Muzikaal talent. Heb jij een beetje muzikaal talent? Ja, ik heb op zich best wel muzikaal talent. Ik kan drummen en piano spelen. Oh, als ik mijn muzikale talent komt in de buurt van een krolse kat op een muurtje. Dus. Oh nee, dan moet je maar stoppen. Ja, dat lijkt me ook echt niks voor mij. Nee. Maar ik hoorde wel dat William Smulders op zoek is naar muzikaal talent. Nou, misschien is dat wat voor jou om wat te leren. Ja, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben William Smulders. Ik ben zanger-gitarist, wel bekend in de rock'n'roll scene. Maar ik ben ook al 23 jaar werkzaam binnen Pluriem. Als muziekactiviteitenbegeleider. Wat ik geleerd heb is vooral het samenspel en de saamhorigheid. Dat is ook zeer belangrijk. En vooral heel veel plezier hebben in datgene wat je doet. De sfeer is optimaal, is echt geweldig. We zijn één vaste team. We zijn een echte breakout familie geworden inmiddels. En mensen zijn allemaal laaiend enthousiast. Dus dat is geweldig. Dus. Zaterdag 24 juni. Zo! De agenda. Hey. Nu snap ik hem. De agenda. Ja, de agenda. Ja, de agenda. Deerlijk. Ja, ik doe het wel. Yeah. Op zaterdag 24 februari opent Kristalla haar deuren tijdens de open dag. Mag ik heel gemeen zijn? Ja. Het is Kristallus. Kristallus. Kristallus, het is een school. Oh, ja, ik ben niet zo goed te lezen. Ah. Ik lees er nog wel eens overheen. Maar dus Kristallus, die opent haar deuren voor een open dag. Op zaterdag 24 februari. Nou, doe jij die van de winterzon dan? Oh ja. Nou, het gaat echt niet goed vandaag met mij, jongens. Op zondag 4 maart is het Winterzonfestival 2018. 10 in Venlo. Nou, dat was hem al. Een beetje slap ouwe horen. Ja. Slap lullen? Dat kunnen wij wel. Dat kunnen we wel. Nou, dit was het weekjournaal van week 8. Blijf op de hoogte op Facebook, YouTube, Twitter en alvast een fijn weekend en tot volgende week.